Hoi en super leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben echt een spook, maar wij zijn onderweg naar Oostenrijk. En we zijn met een wagen vol geladen. We moeten nog anderhalf uur zijn weer in Oostenrijk. En dan moeten we in Oostenrijk nog een paar uur rijden. En dan zijn we op locatie. En we wachten nu op mijn ouders en op mijn zusjes. Want ik ben in de auto met mijn vriend en met Joy en met haar vriend. Dus gaat heel goed. Ik heb het eerste stukje gereden. Joy stukje rijden. Nu is mijn vriend aan het rijden. Daarna gaat de vriend van Joy rijden. Totdat we er zijn. Super gezellig. Dus doei. Hier naar beneden. En we moeten daar weer omhoog. Jeetje crimineel. Dit zijn mijn ouders. Nou, goedemorgen. We zijn in Oostenrijk. We zijn er! Goedemorgen, gisteren zijn we aangekomen en hebben we een beetje gekloond met skiën. We hebben skis gehuurd en nu zijn we weer wakker geworden. Het is de volgende dag, een stuk minder wallen. En is dit ons uitzicht. Het is nu nog een beetje bewolkt, we hopen dat het vandaag wegtrekt. Maar het is in ieder geval windstil en het sneeuwt niet. Hoi schatten, even mijn bak ingesmeerd, want ja... Gisteren ben ik al verbrand hier. En een beetje make-up op en nu ben ik ready voor het ontbijt. Lekker ontbijt. Ik stik ook bijna. De haren vlechten. Dit is mijn ski-outfit, jongens. Mijn superleuke panterprint colletje van Harnem. Mijn heerlijke gele jas, die heb ik afgelopen zomer gekocht bij de Sting. En een hele mooie broek. Hij is zwart en hij is een beetje strak en hij heeft gouden ritjes. Op naar de berg. En vanaf nu gaan jullie alleen maar dingen zien met de GoPro op de berg. Dus doei! Daar komt Liv in een roze pakje en achterlief staat Evi. We zitten bij elkaar in het klasje. Gaat het goed? Ja. Roze panter! Ja! Wacht even. Oh! Zo, nou, super chill geskiet vandaag. De liftjes zijn dicht, zoals je achter mij ziet. Maar nu is het tijd om te sleeën. Ik zit boven op de zwarte piste. Oh, en ik ga sleeën. Oh, die tering. Dit is stijl. Oké. Wij zijn weer terug op de kamer. We zijn weer over op de vlogcamera. Super chill geskiet vandaag. Dit is het uitzicht nu vanaf het balkon. Heel chill. Alle spullen liggen te luchten. En dit is ons lekkere bedje. Super chill. Ons lekkere bedje. Iedereen moet een avond koken en wij hebben gekozen voor pannenkoeken. Yeah.
We hebben nu twee pakken gebakken en nu nog de derde. En dan zijn we eindelijk klaar na echt een uur bakken. En dan klaar! Dit hebben we al gemaakt. Ja? Ja. 3, 2, 1. Hij raakt echt. Vinden jullie de pannenkoeken lekker? Ja. Heel lekker, hè? Wij liggen lekker in bedje, wij hebben tandjes gepoetst en wij zijn zeer moe. Helemaal een beetje verbrand hoofdje zie. Wij gaan lekker slapen, het is 8:30. En morgen weer gezond op en dan heb je weer een super leuke nieuwe dag. Hoe koud is het nu buiten? Min 1. Heel nice. Dus nou, wie weet dat het vannacht nog gaat sneeuwen. In ieder geval morgennacht, overmorgennacht en die nacht daarna. Dus dat is super nice, want het sneeuw wordt nu een beetje pappig. Dus het mag wel even opnieuw sneeuw, een beetje een nieuw laagje erbij. Slaap lekker en tot morgen. Doei doei. Goedemorgen. Het is lekker koud buiten. En de lucht wordt alweer blauw. De zon komt zometeen daar al over de berg. En dan gaan we weer lekker skiën de hele dag. Ik ben alweer opgemaakt en aangekleed. Super leuk truitje aan vandaag. Met mijn nieuwe skibroek. Nu gaan we lekker om. Wat mannen zouden zelf pakken? Ja, wij hebben er ook twee. Martijn? 11 uur. Koppiestijd. Eens even kijken of het wat lekkerst is om erbij te smikkelen. En? Ja. Ja. Om, nom, 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 nom. Ja. Wij hebben net lekker even steeds in de zon en nu gaan we voor de laatste keer voor de lunch omhoog. En dan gaan we lekker broodje eten. Ja, nou ja. Wij zijn inmiddels alweer even een tijdje op de kamer. We hebben even gedoucht. Even opgemaakt, want we gaan vanavond lekker in het andere hotel hiernaast zitten. Die heeft namelijk een hele chille lobby. En dan gaan we dan even lekker relaxen. Ik heb mijn haar in een half knotje. Zo. Leuk blouseje van Lofies, broekjes van Lofies. Voeten zijn van mezelf. Nu gaan we de allerlekkerste hamburgers eten van mijn nicht en haar vriend Martijn. Die zijn echt... Oh my god! Allerlekkerste hamburgers. We zijn in de lounge. We zijn gezellig in de lounge. We gaan even lekker wat drinken. Dan even spelletjes spelen. Dan lekker slapen. We zijn lekker Wie is de Mol eens kijken. Bam, 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 bam. Eve en ik zijn heel moe. Heel moe? Ja. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. En het is echt super mooi weer. Zo chill. De zon is nog niet over de bergen heen, maar de lucht is strak blauw. En wij gaan vandaag naar een ander skigebied. Dus wij gaan nu ontbijten en dan zometeen richting Oets. Dat is 20 minuutjes rijden en dan gaan we naar een heel groot skigebied waar we elk jaar even heen gaan. Ja, daar gaan we gewoon een lekker dagje skiën. Zin in. Eerst hadden we geen Nutella en nu hebben we... 1000 hoeveel? 1000 gram. Nee, het trainen. Waarom ben je dit aan lekker het filmen? Lekker splinters, ja, liggen. Auw. Sorry. Oh, ik zit in je zon, sorry. Oh my god, knoflooksoepje. Als jullie toch konden ruiken, jongens. Dit is zo lekker. Wat zeg je? Om, nom, freaking nom. Oh yeah. Zo, de lunch zit erin en nu gaan we weer verder met skiën.
Oké, wij zitten boven op de berg. En er staat hier een meneer. Die meneer, om precies te zijn. En die gaat paraglijden. Super cool. Ik ga het voor jullie even proberen goed te filmen. Ondertussen zitten we te smikkelen op een berg. Cookie. Heel lekker. Zo, het is dus bitch. Oh, even mijn sneeuwschoenen aandoen, want we gaan rodelen. Rodelen, rodelen. Wel een beetje nep rodelen. Ik heb ooit wel eens een keer echt gerodeld. Sleutel bij, ja. Jezus. Tering. Schrik me helemaal, ik loop op ze. Zo, ik heb even snaps op. Dat was echt nasty, allemaal nasty. En nu gaat mijn vader onder andere van de piste af met de slee. Komen ze. Let op. Daar komt papa naar beneden gezoefd. En het gaat echt daar. Je gaat... Net ging ik ook. En ik ging zo hard dat ik bam. Zo echt een sneeuwpop. Nou, het deed toch zeer, zeer. Goedemorgen, lieve Leute. Het is vandaag woensdag. Weer tijd voor een nieuwe skidag. En vandaag gaat het sneeuwen. Mag ook wel, want de sneeuw verdwijnt een beetje. Dus een nieuw laagje is wel lekker. Dus vandaag ook de skibril. Ik heb wel zin aan. Er komt echt een hele donkere lucht aan. Holy fuck. Het gaat heel erg sneeuwen, denk ik straks. En aan die kant is het helemaal nog goed en mooi. En donker, heel donker. Zo, we hebben weer een hele ochtend geskiet. Het is zo koud. Dat zie je ook aan mijn gezicht. Ik ben nu alleen in het appartement. Het sneeuwt trouwens ook echt heerlijk buiten. Even kijken of jullie het zien. Het zijn heel veel vlokjes, maar... Dus nu alleen in het appartement. Iedereen staat nog op de piste. Maar ik was er een beetje klaar mee voor vandaag. Tenminste voor de ochtend. Dus ik dacht, ik laat jullie even zien hoe onze kamer eruit ziet. Dus, komt-ie. Hier sta ik bij de binnenkomdeur, zeg maar. Dus we hebben een pasje en dan gaat deze deur open. Kom je bij het bed van mij en mijn vriend. Dan ga je hierheen. En hier is een hele mooie badkamer. Wij zijn de eerste die gebruik maken van deze badkamer. Als we in bed liggen zien we dat. De bank en een huge tv. Dit is ook een bed, als het goed is. Wij hebben dus een balkonnetje. Dan, in onze kamer zit ook een deur. Daar is een keuken, ook een hele mooie keuken. Wij zijn ook de eerste die gebruik maken van deze keuken. Hier heb je ook nog een deur om naar binnen te kunnen komen. En dan hier de plek waar we elke ochtend eten. En dit laten we nog wel staan voor de middag. Hier het bed van mijn nicht en haar vriend. En weer heel mooi uitzicht op de piste daar. Zo grappig, ik heb gisteren voor het eerst een foto geplaatst met mijn vriend op Instagram. Die zien jullie nu hier zo. En... Hij is echt belachelijk veel gelijkt. En zoveel reacties. Echt hele lieve en leuke reacties. Ook een paar reacties van... Volgens mij is het fake. En volgens mij is dit een grap. Nou, dat is het niet, hè. Maar ik vond het toch een partijtje spannend om dat op Instagram te zetten. Het gaat al harder sneeuwen. Zo chill. We hebben vandaag de hele dag sneeuw. Vanaf morgen weer lekker zon. Och. Nou jongens, hier even een shot van mijn vriend. Jullie zien lekker niet er direct in. Nou jongens, het sneeuwt als een gek. Yes, het is avond en wij gaan lekker uit eten frissen. In het hotel naast ons is een super lekker restaurant. Dus daar gaan we lekker heen. Je was heel lekker. Het is wel beter dat jullie niet kunnen ruiken, want oh my god, oh. Stinkt weer een partijtje uit mijn mond, jongens. Oeps, ik was weer zo laat met filmen. Ik moet dan weer daar bij. Vuurwerk, dat. Nou, oké. Zie je, dat gaat ook aan.
zeggen. Het is vandaag donderdag. Dat betekent dat we nog 2 dagen na vandaag hier zijn. Dus we gaan genieten van vandaag. Het heeft gisteren super lekker gesneeuwd. Dus er ligt vandaag een heel mooi laagje, vers laagje sneeuw. Dus wij gaan lekker genieten. Hoe is het met je zonnebril? Wauw. Ik heb erop gezeten. We gaan nu even lekker drankje doen. Ik zag wel een hele dag te soepen. Bitte granituur, bitte granituur, bitte granituur. Wat drink je? Ah, ze is Joko met tranen, dit vind ik heel fijn. Zo, ik ben het helemaal ingepeperd. Heel chill. En de lucht is zo mooi. Daar is de zon uit ondergegaan en daar is het nu helemaal paars. Mijn godje, ik ben helemaal buiten adem. Twee pistes opgelopen, het is echt zwaar. Goedemorgen, het is vandaag de ene laatste dag. Het is vandaag vrijdag. Morgenmiddag gaan we weer naar huis. En ja, we skiën. Het sneeuwt nu en het gaat vanmiddag weer lekker sunshine. Kijk, oh, ik moet naar mijn schoenen. Mijn shoes, oh. We hebben heerlijk geskiet. En nu zijn we lekker aan het lijken te laten het los. Ja, ik heb het goed. Oké, ik ben weer terug van een hele dag skiën. En het is zo koud. Laat ik nou net vandaag aan jullie beloofd hebben om in mijn bikini in de sneeuw te gaan. Ja, daar ga ik liggen en dan kunnen jullie er ook mee smijten. Ja, mensen kijken. Die mannen doen gewoon echt. Nou. Okay. Ja? Ik ga liggen, jullie gooien, hè? Ja, we gaan wel. Helemaal ingepakt. We gaan vandaag naar huis. We gaan eerst nog even een middag skiën. Het laatste ontbijt met elkaar, jongens. Oh, jongens, dat was het dan. Onze vakantie. Huilen. Even zwaaien naar de burg. Doei, Berg. Mevrouw is top. Doei, Berg. Ik zie jullie weer in Nederland. Doei.